Ik vond het heel leerzaam en leuk. Ik ben blij dat ik nu weet wat ik moet doen. Ik vind het heel belangrijk dat we op school de reanimatiecursus aanbieden, omdat ik denk dat het goed is dat leerlingen hier kennis van hebben genomen. Want hoe meer mensen weten hoe je moet reanimeren, des te groter de kans is dat we levens kunnen redden. Ja, mijn rol als docent is vooral rondlopen, kijken of ze de techniek natuurlijk goed doen van het reanimeren. En met name de coachende rol. Dus zit je op de juiste afstand van de pop, gebruik je de juiste techniek, de juiste snelheid. Dus ja, het is vooral coachen, rondlopen en tips geven. En voor de rest doet de app eigenlijk heel veel. Het game element, dat vond ik echt heel leuk. Ik denk dat als het zonder dat gamen was, dat was het minder leuk geweest. Want dan heb je niet zo van dat je elke keer moet luisteren, maar dan kun je gewoon zelf zelfstandig bezig om iets te doen. In het begin hebben we een scholing van Hartveilige School gehad. Is er uitleg gegeven over hoe je moet reanimeren op de poppen. Eerst kijk ik het zelf moest gaan doen, was ik wel een beetje van, oh, hoe gaat dit en hoe gaan die poppen werken? En matcht het allemaal, koppelt het allemaal? Maar dat ging eigenlijk vrij simpel en het viel allemaal reuze mee toen ik me helemaal zelf moest geven. Nou, ik vind het wel fijn dat we het van ons eigen docent krijgen, want dat is ook gewoon een bekende en zo. Dan is het ook minder awkward. Ik denk dat het wel handig is dat we de mogelijkheid hebben gekregen op school om het te leren. Omdat mocht het nu bijvoorbeeld gebeuren, dat we dan wel de kans hebben om het toe te passen wat we hebben geleerd vandaag. Ik zou het andere scholen wel aanraden, omdat de manier waarop wij het hebben gedaan is wel wat anders dan het bijvoorbeeld uit een boekje leren. Dus ik denk dat mensen het dan sneller, interessanter en leuker vinden. Het samenwerken is natuurlijk een competentie die voor nu en later enorm belangrijk is. Dat kun je op deze manier bijna ongemerkt met leerlingen uitvoeren. Het oefenen met de poppen vind ik ook ontzettend leuk, omdat je het gewoon vaker kunt doen. Dus ze kunnen ook echt voor de hoogste score gaan voordat je het certificaat geeft. Dus het biedt heel veel mogelijkheden eigenlijk om je lessen mee te kunnen vullen. We vinden het heel belangrijk om dit onderdeel in ons onderwijsprogramma op te nemen. Zo kunnen we er ook wellicht een kleine bijdrage aan leveren dat Nederland weer een stuk hartveiliger wordt.